Goedenavond. Spannend. Dacht, ga een minuutje eerder inloggen voor te zien dat alles technisch goed verloopt. You never know. Kunnen jullie mij goed horen en zien? Want de lichtinstallatie is hier langs alle kanten. Ja. Het is Isabel, ja, zeker. Ja, nu met zonder schmink zullen we mij misschien niet herkennen, hè? Dat kan goed zijn. Ja, het zijn er veel verschieten, want ik kom normaal niet buiten zonder een laag make-up. Dus spannend. Ik zal nog even wachten tot er een beetje meer kijkers zijn. En dan kunnen we beginnen, hè? Ah, het zit allemaal goed. Het licht is goed. Het geluid is goed. Heel tof. Ja. En dochter is wel tv aan het kijken, dus als dat stoort, laat zeker weten. Ja. Charlotte is een kleedje. Ja. Oké, dan gaan we starten. Ik heb wel wat roodheden vandaag. Ik weet niet hoe dat komt. Ik denk dat het is dat ik me 2 keer heb moeten ontschminken en zo. Dus we gaan zien of ik het met mijn compacte, wat ik normaal altijd gebruik, wegkrijg. Maar we zullen starten misschien met de primer. Ik ga mijn haar een beetje opzij doen. Ik gebruik altijd de Illuminating Primer, de Glow. Ik heb hem ook in het mat, omdat ik die vind, die is super, super goed van geur. Dus zalig. Ik doe een klein beetje op het roosje. Dat is eigenlijk de borstel die we erbij gekregen hebben. En dan verdeel ik het een beetje over mijn gelaat. Ik breng dat wel overal een beetje aan. Gewoon al omdat hij zo goed ruikt. Hè? De geur is echt fantastisch. Moest ik een olie gebruiken als primer, zou ik het wel niet op de ogen doen. Omdat ik vind dat dat dan een klein beetje in een oogmake-up moet uitzakken. Dus bij deze doe ik dat nu wel. Ik merk daar geen nare ervaringen bij. Dus mooi verdelen. Voor degenen die het gemist hebben, is de Illuminating, de Glow, met het roosje. Na deze stap breng ik meestal mijn concealer aan als ik blauwe kringen heb. Durf ik wel eerst een keer de peach aanstippen. Nu valt het redelijk mee, dus ik ga gewoon hetgeen dat ik normaal gebruik, en dat is eigenlijk de gewone foundation, gebruik ik voor concealer. Dus ik ga een klein beetje op mijn concealerbrush doen. Eigenlijk maar een stipje. En dan doe ik zo kleine stapjes onder mijn ogen. En dan blend ik dat schoorlijk uit. Ik neem ook mijn ooglid mee. Dat ik zo wat blauwe adertjes heb. Ik gebruik ook de waterproof. Maar als mijn gezicht een beetje droog is, vind ik dat hij nogal in de lijntjes kruipt. Dus vandaar dat ik eigenlijk wel tevreden ben met de gewone liquid foundation nummer 1. Als er vragen zijn, ik probeer te kijken, maar ja, het is de eerste keer, dus een beetje mild zijn, hè? Ik gebruik geen echte concealer, Charlotte. Het is de gewone liquid foundation nummer 1. Omdat ik vind dat die eigenlijk ook mooi dekt. Ik heb de liquid concealer ook, maar ik wissel een keer af. Ik vind dat wel leuk om af te wisselen. Dit is eigenlijk gewoon de nummer 1. En ik neem ook het ooglid mee, omdat ik een beetje blauwe verkleuringen kan hebben, zo bovenaan. Voilà, daar start ik mee. Ah, Lisbeth, je zit er ook. Doe mij niet lachen, hè. Als foundation ben ik eigenlijk de grootste fan van de compacte. Deze. Ik gebruik hier nu de medium. Ah, merci voor te antwoorden. Zo'n verschil zonder schmink bedoelde Lisbeth. Wacht, we gaan er iets aan doen. Dus ik gebruik de compacte, de medium en ik pak de kabuki. Ik maak die wel een beetje nat met de fixeur. Omdat ik vind dat die dan iets beter dekt. En dan blijft die ook mooi zitten.
Dus we gaan dat zo doen. Ik stip hem eerst overal een keer aan. Ik ga wel even moeten kijken, want ik ben redelijk rood nu. Of ik het volledig ga wegkrijgen. Hè. De omgeving onder mijn oog, daar blijf ik een klein beetje van weg, omdat het een medium is. En anders is dat oplichtend effect een beetje verloren. Dus eigenlijk op dezelfde manier zoals dat je een gewone loose mineral zou aanbrengen, doe ik het nu eigenlijk met de compacte. Ah, ben ik goed bezig? Ah, dat is goed. Het is zo raar dat er geen geluid is. Hè. Ik babbel zo graag. En dan hoor de mensen graag terugbabbelen. Welke foundation raad je aan bij een snel blinkende huid? Dan zou ik eigenlijk niet echt voor een liquid gaan, maar voor de poederfoundation. Als er andere professionals kunnen helpen, mogen die dat zeker in de chat zetten. Hè. Dus echt mooi ronde bewegingen maken, een beetje de hals meenemen. Ja, normaal neem ik mijn oren ook niet, maar kijk een keer, die zijn ook zo rood. Ik moet een beetje bedekken. En dan de hals zo schoon eens meepakken. Ik ga juist eens in mijn spiegel kijken of het al gestrekt. En je ziet, die roodheden zijn eigenlijk al fel verminderd. Hè. Heb ik een aangename stem. Allee, merci Charlotte. Zo, dus kijk, die roodheden van hier en onderaan, die zijn eigenlijk al zo goed als weg. Dan natuurlijk heb ik concealer aangebracht. Dan moet ik ook wel een beetje afpoederen of dat zakt uit. En daarvoor gebruik ik eigenlijk de nummer 1 Loose Mineral Foundation. Ik gebruik een klein beetje maar. En ik gebruik dit penseeltje. Dat is uit de Luxury Box. Ik weet niet of dat hier nog beschikbaar is. Misschien sommige apotheken hebben hem nog. En dan ga ik eigenlijk zachtjes onder die ogen... Om dat te fixeren. Van waar ben je? Ik woon in Destelbergen, dat is bij Gent. Maar ja, mijn tongval is een beetje alsters en een wat in de mond. Ik kan dat niet wegsteken. Ik probeer mooi te praten. Maar we mogen onszelf blijven en zijn. Dus, Gent praat ik niet, dus misschien maar goed ook. Voilà, dus dat is een beetje het gelaat. De blush ga ik straks doen. Ik ga nu eerst de ogen doen. En ik ging een ooglook maken, ja, naar aanleiding van de refillables en de verjaardag van Caroline, waarvoor dank. Ik heb er ook nog bij besteld, kleurtjes die ik nog niet had. Ik moest toch een grote bestelling doen, dus dat is super. Ga ik een beetje werken met de losse, compacte oogschaduws in combinatie met palet 1. Ik begin altijd met de arcadeboog en dan uit palet 1 neem ik altijd deze middenkleurtjes. Allee, of één van de middenkleurtjes. En met dat ik nu zo roospaarsig aan heb, ga ik de macaron nemen. Claudia, ik heb de concealer afgepoederd met de Loose Mineral Foundation nummer 1. Deze. Met zo'n deze borstel. Ja, je kunt dat met eender welke borstel doen, maar dat is wat fijner voor het af te werken. Dus ja, Oost-Vlaanderen boven, ja, dat is waar. Dus ik ga in de arcadeboog de macaron aanbrengen. Dat is niet dezelfde kleur als de losse macaron. De losse is zo wat roziger. Deze is echt zo wat paarsig. Merci Evelien voor het helpen, hè. Ik ga dat proberen doen in mijn gsm, dat is wel een beetje gek, want ik heb dat niet gewoon. Je ziet dat mijn vel zo'n beetje over mijn oog hangt, dus ik ga proberen ook een beetje hoger te werken, maar ik ben daar altijd een beetje te braaf in. Ik moet nu ook zien dat het niet mislukt natuurlijk. Hè. Dus, ik ga dan toen een keer in de spiegel moeten kijken ook. Dus eigenlijk een draaiende beweging. En je penseel ook niet te dicht vastnemen, want anders werkt het veel te brut. Eigenlijk moet het redelijk op het einde vasthouden en gewoon draaiende bewegingen. En je kunt steunen op je tafeltje of zo. Ja, ik zit nu al met een bureau, want ik heb niet echt een make-up tafel. Dank jullie. Zo. En dan de andere kant. Een beetje afkloppen. Ook terug in het oogje beginnen en dan eigenlijk draaiende bewegingen. Zo'n beetje waar dat je dat bot voelt.
Van links naar rechts eigenlijk een beetje. Hè. Bij deze stap kunnen we normaal gezien niet veel misdoen. Het ene dat ik van mijn eigen vind dat ik nog niet zo goed doe, is naar boven werken. Maar ja, dat komt misschien wel nog. Goed, bezig. Ik ben van Merchtem, dan moet je dat ook kennen. Ja, ja. Ja, Merchtem, dat is... ja. Belangrijk is voor lang genoeg te blenden, omdat dan ja, je make-up veel mooier oogt straks. Zo. Als ik vragen niet gezien heb, je mag mij ook altijd persoonlijk berichtjes sturen. Hè. Ik sta daar allemaal voor open, dat is geen probleem. Ik ga nu op de oogbol een van de crème de la crème's aanbrengen. Een van mijn favorieten. Ik ben een beetje safe gegaan. De Barba Papa. Die is bij mij ook al redelijk droog. Je ziet, ik heb die ook al veel gebruikt, maar die pakt eigenlijk nog perfect. Ik gebruik die eigenlijk ook heel vaak als primer, omdat dan achteraf, als je daar nog iets van andere oogschaduw wilt overzetten, ja, blijft dat echt mooi zitten. Dus we gaan dat doen. Ah, dank je, Feline. Dus we gaan dat een keer proberen doen. Eigenlijk is deze borstel denk ik mee uitgekomen met de crème de la crèmes. Een dubbel-ended. Je hebt mensen die liever fijner werken dan met de smudgeborstel doen. Hè? En dat is met deze. Maar ik heb ook wel graag dat vooruit gaat. Dus. En we kunnen alles weggooien als het niet goed is ook. Hè? Dus, voilà. Dus de Barba Papa op het ooglid. Ik heb de macaron uit palet 1 al in de arcadeboog gezet voor mensen die later moesten binnenkomen. Moest het zijn dat hij iets te droog is, kun je er ook altijd een beetje fixeur bij doen. Hè? Ik ga juist naar het midden toe een klein beetje meer aanzetten, maar ik krijg dat in het midden een beetje oplicht. Ja, die borstel is echt super, Melissa. Ja, ik gebruik die voor van alle doelpunten. Ik ook als concealerbrush gebruiken eigenlijk. En deze. En voor als ik echt veel rood in heb, gebruik ik deze voor zo hier en daar een beetje te retoucheren. Hè. Dus, voilà. Dan ga ik van de refillables... Ja, tekseltje erop krijgen is een uitdaging. Dat moet ik toegeven. Daar sukkel ik wel altijd mee. Voilà. Van de refillables ga ik nu de Bisou daarover zetten. Misschien dat er veel mensen bij de bestelling nu ook de losse compacte Bisou mee besteld hebben. Die is heel mooi en de look die ik nu eigenlijk aan het doen ben is zo'n beetje passepartout, past bij ieder kledingstuk. Ik wou eigenlijk voor paars gaan, maar Ine was mij voor. Dus het is dan maar een blauw, brave, roze ooglook geworden. En dan, al deppend, breng ik de Bisou aan. Deze kleur is Bisou. En dat is met de Eye Flat borstel. Deze. Je kunt dat ook met de smudge doen, maar... dus mijn crème de la crème heb ik met deze aangebracht. Double-ended brush, hoe je dat ook noemt. Zo'n beetje gelijk een concealer borsteltje, maar ietsjes fijner. Kun je ook met die in een eye flat aanbrengen of met de smudge. Het is naar gelang hoe dat graag werkt. Het is de Barba Papa en nu ben ik daarover de Bisou aan het doen van de compacte oogschaduw. Omdat dat nog iets meer opgeeft, toch, dat roos. Ik ga juist even in de spiegel kijken. Merci voor de mensen die het voor mij nog eens herhalen, maar ik zal het op het einde ook wel een keer allemaal zeggen. Ze. Zo. Dan moeten we natuurlijk een beetje diepte aanbrengen, zo is het een beetje flauwkes. Mijn topfavoriet van de refillables, we blijven een beetje in thema deze week, hè, voor de compacte een beetje in de kijker te zetten, is de Elegant. Die gebruik ik eigenlijk heel veel. Ik heb die al sinds dat de refillables uit zijn en
Je hebt daar nooit niet echt veel van nodig. Je doet daar eigenlijk al heel lang mee. En die ga ik wel aanbrengen met de smudgeborstel. Dan deze. Omdat je dan iets fijner kunt werken. Anders kan het zo wel een vlek worden. Hè. Dus gewoon hier in het uiterste hoekje zo, ja, aan de wimperlijn en naar boven toe. Straks ga ik dat mooi uitblenden. Maar eerst ga ik het een beetje aanzetten op die manier. Is de dubbel-ended nog te verkrijgen? Ik denk het wel. Bij sommige apothekers heb ik er nog zien liggen. Misschien de dames die bij de apotheek werken kunnen misschien helpen. De Bisou, wat is dat? Oogschaduw of crème de la crème? De Bisou, dus de Barbapapa, is de crème de la crème. Die heb ik eerst aangebracht. En dan nadien heb ik een compacte oogschaduw erboven gezet. En dat is de Bisou. En dat is een gewone oogschaduw. En nu ben ik bezig met de compacte Elegant. Als het erop gaat, moet het wel zeggen. Want ben je gewoon van mij op te maken in 10 minuten met de kinderen. Dus al deppend breng ik nu de Elegante aan. En een klein beetje aan de wimperrand. Nu moeten we dat natuurlijk blenden en dan ga ik met, dat is mijn favoriete blender, dat is de Petit Blender uit de Luxury. Ik denk dat ondertussen 2 jaar geleden is, rond kerst is er zo'n beetje een pakket uitgekomen, maar sommige apothekers hebben die ook nog. Kijk, hij blijft in het gamma. Super. Nu ga ik die een beetje uitblenden in de Elegante, omdat dat ja, anders is dat een beetje de harde lijnen. Een beetje draaiende beweging, dat dat schoon met die Barbapapa versmelt. En zo van naar de arcadeboeg naar omhoog toe. Je ziet het verschil, anders is dat veel te hard. Hè. Andere kant hetzelfde. Een beetje naar boven toe. En zo mooi naar de arcade kunnen dat laten overvloeien. Hè. In principe zou ik iets hoger moeten werken, maar ja, ik durf niet. Ik heb zo schrik dat het een vlek gaat worden. Dus, voilà. Die waren niet limited, want er zijn 2 soorten dubbel-ended. Ja. Lean. We believe you, hè. Dan onderaan. Trouwens, dat zijn de kleurtjes die Caroline mij ooit aangeraden heeft als de refillables uitkwam. Ik had haar een berichtje gestuurd en zij had die combi voor mij gemaakt. De Bisou, Inspirational en de Elegante. Dus het is een beetje, naar aanleiding van mijn eerste liefde voor de producten, dat ik die look hier doe voor jullie. Onderaan ga ik niet de Elegante gaan gebruiken, omdat ik die redelijk donker vind. Dus daarvoor ga ik de Inspirational gebruiken. Die is zo wat grijzig van toon. Is de modellen van crème de la crème nog te verkrijgen? Wat bedoel je juist met de modellen? Bepaalde kleuren waar je naar op zoek bent? Of, dus onderaan, en dat ook met de pointed borstel, sorry, heb ik niet gezegd. Omdat je daar iets fijner mee kunt werken onder de ogen, vind ik dat wel een super de moyeu. Ja, die is nog verkrijgbaar. Ik heb die toch zien liggen bij mijn apotheek, dus... Ik ga niet tot helemaal binnen, want anders ja, wordt dat heel, heel zwaar. Ik blijf daar een beetje van weg. Dus op die manier maakt het een beetje verbinding met je Elegante naar boven toe. Hè? Zo. Je kunt het nog een beetje donkerder maken, maar ik vind het wel goed hoe dat het eigenlijk is. Voor het lijntje ga ik deze keer gaan voor de waterproof. Caroline heeft deze week de bruine waterproof getoond. De grijze komt eigenlijk niet zoveel aan bod. Dus daarmee dat ik dacht van, ik ga die een keer in de kijker zetten. Omdat dat nu ook wel past bij die Inspirational. En
Het is iets minder hard dan zwart eigenlijk. Gebruik ik heel veel zwarte eyeliner. Maar nu voor mijn eerste live zag ik het nu echt wel niet zitten om hier een lijn te trekken. Dat is dan voor de volgende keer, dat jullie nog te goed. Dus ik heb een alternatief bedacht. En ik ga de waterproof gebruiken. Ik ga die in mijn waterlijn zetten en dan ook een lijntje. Ik ga je een tip tonen voor als je niet zo goed lijntjes kunt trekken. Ik ga hiermee beginnen. De waterlijn, dat is wel iets... dat moet er gewoon zijn, hè. Mijn oog is hier rood, dus... Nou, ik vind dat dat wel mooi is bij mijn ogen. Niet iedereen is daar... ik heb iets gemist. Onderaan geeft meer heel... Ja, ik vind dat iets mooier afgewerkt als onderaan met zo'n kleine pointed brush of met een smudge. Even met kleur. Je kunt met kleur dat je gebruikt van hier kunnen dat doen. Maar ik heb nu voor een andere kleur gekozen dat iets minder hard is. En dan een andere kant. Juist even in mijn spiegel kijken, want ik wil hier niet in mijn oog zitten. Zo. Dan voor de mensen die niet zo goed kunnen lijntjes trekken, neem ik die... ja, je kunt zo een beetje een wenkbrauwborstel nemen. Of ik heb dat ook al gedaan met de smudge, die een kleine smudge. Ik heb hem hier nu niet liggen. En dan met dat waterproof potlood is, en als je het er eerst op doet en je moet het uitsmutsen, moet je heel snel haasten. Dus ik doe dat eigenlijk een beetje op met een borstel. Dus je zorgt dat je potlood heel scherp is. Dus dat is het grijze waterproof potlood. Ik doe dat hier ook een beetje op. Voilà. En dan probeer je een lijn te trekken met dat borsteltje. Ik ga wel in mijn spiegel kijken als het niet geeft, want... Dat is nu wel heel moeilijk in de camera. En dat geeft zo'n beetje een smudge effect. Zo. Ja, straks kussen we dat hier allemaal nog op. Dan de andere kant ook. Dat is ideaal voor mensen die niet zo goed zijn in die lijntjes te trekken. Ja, bij mij lukt dat de ene dag ook beter dan de andere dag. Er zijn ook dagen dat ik het er twee keer moet afdoen. Maar met deze kun je eigenlijk niet zo heel veel misdoen. Dat blijft redelijk goed zitten. Ja, als ik vragen gemist heb... Maar ik zie dat de mede-ambassadrices goed actief zijn, dus dat komt goed. Hetgeen dat ik wel nog zou doen, is misschien een klein beetje van een bisou. Omdat hij is met zwart bezig geweest. En dan is het soms een beetje dat vermindert. Dus gewoon dat contrast. Ik zie wel graag dat contrast. Niet iedereen is daarvoor misschien, maar ik vind dat wel tof. Dus wat heb ik op de ogen gedaan? Barbapapa, arcadeboog, de macaron, maar uit het palet 1. Omdat dat een beetje een tussenkleur is. Die is een klein beetje matter. Dan in de... In de buitenste ooghoek is het elegante en onderaan inspirational. En nu gaan we beginnen aan de mascara's. Ik ga beginnen met de Merveilleux. Le Merveilleux. We hebben wel zot van die taartjes. Maar niet te veel van eten, maar bon. Nadien ga ik de curly erop doen. En dan de maxi. Ik heb ze zelf eigenlijk ook nog niet zoveel getest. Dus jullie staan... op de eerste rij. Voor je mascara niet eruit ploepen, maar een draaiende beweging en eigenlijk zachtjes er zo uit doen. Als je tv-product hebt, een beetje afvegen, dat gaat je mascara langer houden, want anders heb je redelijk veel kans op bacteriën en zo. Ik ga nu wel in mijn spiegel kijken, want anders gaat mij dat je niet lukken. Dus dit is Le Merveilleux. De Lash Primer. Er zit ook een natuurlijk groeiserum in. Dus dat is dan mooi meegenomen. Ja, ik probeer mijn huid hier een beetje weg te trekken, want anders heb ik prijzen. Dat is een beetje wit van kleur.
Best een klein beetje wachten. Ik ga ondertussen mijn blush misschien aanbrengen. De blush die ik graag gebruik is de Prune. Dat is deze. Ze raden dat eigenlijk een beetje af bij mensen met roodheden, maar ik ben redelijk koppig. Ik vind die kleur mooi, dus zien als je genoeg dekking hebt, dat je het wel kunt aanbrengen. Wat doe je dat goed? Ja, ik doe mijn best. Dus ja, contouren doe ik niet graag, omdat ik heb al een redelijk scherp gezicht. Ik vind dat niet zo schoon bij mij persoonlijk. Dus ik doe gewoon een blush dat zo wel een tussenkleur heeft. En ja, ik vind dat bij mij persoonlijk iets natuurlijker. Dus ik breng deze zacht aan, maar ook een beetje naar boven toe. Zo, hè. En ook ver genoeg van uw neus blijven. En van uw onderkant. Van je lippen. Het is wel gek dat die kleuren op scherm toch anders zijn dan in mijn spiegel. Maar wow. Ik zal straks nog eens foto's nemen en dan dat geeft toch al een beetje meer kleuren. Zo. Ondertussen is mijn primer opgedroogd. En kunnen we beginnen. Dan gaat dit beter met lash primer. Dat voedt een lash primer, deze toch, die is ook heel natuurlijk. En die zorgt er eigenlijk voor dat je een mascara beter blijft zitten. Persoonlijk vind ik ook, als je hem demaquilleert, dat het er ook gemakkelijker af gaat. Maar dat is mijn persoonlijke ervaring. Hè. De Curly, dat borsteltje, dat kammetje is super. Daarvoor dat ik dat eerst ga gebruiken voor een klein beetje... dus je begint eigenlijk hier een zigzagende beweging naar boven. Natuurlijk, in de camera is dat niet... heel gemakkelijk. Zo. Je ziet het verschil al, hè. Ik zie hier wel een klein foutje. Dat is de kleur aan. En de andere kant. Zigzagende beweging, goed van aan de wortel naar omhoog en beter een paar laagjes dan in één keer zo'n klets op je wimpers doen. Beter eerste curry dan de maxi. Ik had in het verleden week omgekeerd gedaan. Ja, ik denk dat er geen regels zijn. Je kunt niet zoveel verkeerd doen eigenlijk. Hè. Wel de merveilleux eerst zetten, hè, Charlotte. Dat weet je denk ik wel. Hè. Ja, ik heb het van de week zo'n keer geprobeerd en ik had gelijk een goed resultaat. Uiteindelijk gaat het vooral ook over de borsteltjes die een beetje anders zijn. Dus persoonlijk, iedereen heeft ook andere wimpers. Je moet een beetje experimenteren. Dus nu ga ik de maxi gebruiken. Deze. Ik kom mijn oog wel een klein beetje op. Ja, de hekkenbekken horen erbij. Dat is niet helemaal zo. Zo. Ik ga toch nog iets meer gaan openzetten. Ja, en als je echt een look aan het maken bent voor weg te gaan of zo, kun je een paar laagjes over elkaar doen. Hè. Zo. Dus je ziet dat dat wel een mooie blik geeft. Hè. Ah, ben ik dan... Ja. Eerst de curly en dan de maxi. Ja. Ja, ik doe het nu ook zo omdat ik denk dat dat logisch is, maar... Ieder zijn wimpers zijn ook anders, dus ja. Die dat ik niet mag vergeten, dat ik vaak vergeet, zijn de wenkbrauwen. Ik heb hele dunne wenkbrauwen ooit veel te dun gepileerd. Zoals velen onder ons, denk ik, van jaren terug dat dat mode was. Dat groeit niet meer terug. Ik heb ook een litteken door mijn wenkbrauw. Dus ik ga even moeten kijken hoe we dat hier gaan doen. Ik probeer eigenlijk onderaan heel zachtjes een lijntje te trekken. Want dunne wenkbrauwen bijtekenen is echt niet gemakkelijk. En ik wil ook niet dat dat getekend is ook, want
Oh, ik vind dat persoonlijk niet zo schoon. Dus ik probeer dat wel natuurlijk te doen, maar je ziet wel het verschil, hè. Dat doet wel iets aan je blik. Ik heb al getwijfeld voordat ik het te laten doen, maar ik heb zo schrik dat ik zo'n wenkbrauw hier heb. Je hoort daar zo'n horrorverhalen van. Dus voorlopig gaan we het met die kleintjes verder doen. Die talieteken, dat is toch een patant, want dat zorgt ervoor dat mijn wenkbrauwen zo precies ongelijk zijn, maar ja, kijk. En dan ik in kan maar zo. En voilà. Zo ben ik daar content. Ik heb daar ook een oplossing voor. Ik heb een foufrou. Dus dan verbergt dat een beetje die dunne wenkbrauw. Ja. Goed, dan gaan we de lippen doen. Heeft er iemand een voorkeur van de lippenstift? Ik dacht de Amoureunike te gebruiken. Heel lang geleden. Ik heb dat lang niet meer gezien in de live. Dus ik dacht, ik ga deze gebruiken. Is dat voor iedereen oké? Okay? Prachtige foufrou. Nou, ik kom bijna van hier ondertussen. Hè? Charlotte, je weet het verhaal. Hè? Ik heb graag een goede volle. Dus, ja. Goed. Ik ga doen wat ik dacht. Ik ga de pluim gebruiken. En dan ga ik de Amoureux gebruiken. Dus de pluim. Onderaan ga ik hier een streepje zetten. En dan eigenlijk hier. Het is een kleedje. Ja. En toevallig heeft Caroline iets gelijkaardig. Ik heb dan een keer op foto's gezien, maar het is toch nog een ander printje. Maar trek erop. Ja, ik zet er een potloodje onder, omdat bij mij... Ja, nu moet ik even zwijgen. Ja. Omdat het anders niet blijft zitten bij mij, die bestift. Ja. Dank u, Lisbeth. En dan zo streepjes zetten. Ik heb niet zo dikke lippen, dus niet zoveel werk ook aan. Dan Amoureux. Ga ik met een lippenseel aanbrengen, omdat ik dat toch iets gemakkelijker werken vind. Ja, het is een look die denk ik iedereen staat. Het is een beetje safe, ik weet het. Maar past ook bij veel kledij. Ik heb hier een dochter die graag eens komt kijken. Allee, kom maar een keer kijken. Mijn dochter Charlotte zou graag eens dag zeggen. Hallo. Waar vind je? Hè? Want je schrik hebben hoor. Ja. Dat Hans en Ava te zeggen, mag ik eens komen kijken dan? Dus eigenlijk gaan we daarover met de Amoureux. Ja, het komt zo trager binnen. Hallo. Ze zeggen hallo terug, Charlotte. Geen probleem. Ja, nu is het wel goed. Je moet even terug uit beeld. Ik ga gewoon aan het hier kijken. Ja. Ze hangen hier ook omhoog. Hè. Dat is mijn oudste. Die is ondertussen aan de puber. Dat is Charlotte 3 jaar geleden. Hè. Hm. Voilà. Dat is de Amoureux. Ik zal een keer... een resume doen van alles wat we gebruikt hebben. We zijn begonnen met de illuminating. De primer hebben we aangebracht met het roosje. Dan heb ik de compacte foundation gebruikt. Medium met de kabuki. Voor concealer heb ik de gewone foundation gebruikt, nummer 1. Onder de ogen, afgepoederd met Loose Mineral Foundation 1. De blush was de prun. Ja, bij mij op mijn spiegel is dat iets verder dan in beeld. Maar ik ga het nu zo laten. De ogen heb ik eerst Barba Apapa gedaan. Crème de la crème. Arcadeboog met de macaron. Nadien met de bisou over de Barba Apapa. Elegant in de ooghoek. En Inspiration onderaan. Het grijze waterproof potloodje. Bovenaan, onderaan. En dan
de drie nieuwe producten, Le Merveilleux als primer, de Curly om lengte te trekken en de krul en dan nadien de Maxi. We zullen nog, als je weggaat, highlighting kunnen doen, hier bovenaan nog, of toch nog iets feller donker maken. Ben ik iets vergeten? Laat het mij zeker weten. Ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen inspireren. Het is een eenvoudige look, een beetje een draagbare look. En je kunt hem voor de verschillende gelegenheden eigenlijk gaan gebruiken. Als er morgen mensen zijn die het graag willen een keer posten in de community, mag mij zeker taggen, altijd leuk. Ah, setting spray, ja, dat kan. Maar eigenlijk heb ik het al gebruikt. Het is juist bij mijn compacte heb ik mijn kabuki nat gemaakt met setting, met de Le Fixeur eigenlijk, met een deze. En dan blijft eigenlijk mijn make-up ook al mooi zitten. Maar je zou eigenlijk nog kunnen sprayen ook. Dus dat. Voilà, dan ga ik jullie allemaal nog een fijne avond wensen. Bedankt aan al mijn mede-ambassadrices en mijn vriendinnen die aan het kijken zijn. En dan zie ik jullie graag een volgende keer terug. Dag!